Lollepot, een verouderde volkse benaming voor een vrouw die ontucht pleegt met een andere vrouw. Het hedendaagse woord pot is hiervan afgeleid. De oudste vermelding van het woord lollepot komt uit een Jordaanese krant uit 1797. Men zegt dat van de lollepotten verscheiden gevangen zijn genomen. Waaronder, zo men zegt, zogenaamde mannetjes en wijfjes. In diezelfde tijd stond ook een aantal vrouwen terecht, omdat ze ervan werden beschuldigd vleeselijke gemeenschap met elkaar gehad te hebben. Zo was er een rechtszaak die aan het rollen werd gebracht door een paar buurvrouwen. Die hadden gezien hoe twee vrouwen met het onderlijf bloot gelegen hadden en elkander gezoend en gestreeld, evenals een man een vrouw is gewoon te doen. De vrouwen hadden volgens de buren op elkaar gelegen en op en neer bewogen. En een van hen had vervolgens haar ene been opgelicht en op de schouder van de ander gelegen en met de tong de vrouwelijkheid van de ander gelikt. Een van de buren schatte dat de twee dames van 4 tot 6 uur in de middag met elkaar bezig waren geweest, totdat deze buurvrouw zich niet langer stil had kunnen houden en door het gat geroepen had: "Ja, lolhoeren, wij zien het wel. Sta je daar nog niet op? Heb je nog niet lang genoeg gelold?" Beter een lollepot als van onderen gesloten. Later ook geschreven als lollipot. Ik vond het heel erg spannend. Ik denk dat ik, hoe oud was ik? 18 of zo? Zoiets? Dat ik voor het eerst met een meisje kuste. Wat gaat nu gebeuren? Word ik nu vermoord? Word ik niet? Is dat nu het einde van mijn leven? Curaçao zijn ze sowieso, ze praten niet eens over het feit dat je ongesteld wordt. Dat gaat al ver. Dus laat staan als je al komt met ik val op vrouwen. Dat is voor hun gewoon, wat? Een vrouw in een jurkje met lange wapperende haren, dat vind ik echt prachtig. Ook de stem van een vrouw, zo, als ze zingt bijvoorbeeld, zo vrouwelijk en zo zacht. Ja, dat vind ik heel erg mooi. Ja, dat is wel eens door mijn hoofd gegaan, omdat ik straf zou krijgen om het feit dat ik zeg maar op vrouwen zou vallen. Of dat ik dan niet naar de hemel zou gaan, maar naar de hel zou gaan. Ik denk dat ik een hele rustige, ontspannen, vrolijke jeugd heb gehad. Mijn ouders hebben mij heel veel belangrijke normen en waarden meegegeven vanuit de Bijbel. Thuis werd er eigenlijk bijna nooit over seksualiteit gepraat. Ik woonde op een boerderij, dus ik zag dan wel eens dieren het met elkaar doen. Dus daar werd het altijd mee vergeleken. Dus als een mannetjes varken bij een vrouwtje het ging doen, zeg maar. Dan werd het eigenlijk zo uitgelegd naar mij van, nou, zo doen een man en een vrouw het ook met elkaar. Mijn ouders wilden het liefst dat ik, of die willen eigenlijk nog steeds het liefst dat ik in een rok loop. En op zondag dan een hoed op. En ja, niet bloot of zo gekleed, weet je, niet een laag décolleté of iets dergelijks. Ik weet nog wel dat er regelmatig mijn shirtje naar boven werd getrokken van, Glien, je kijkt bijna naar binnen of zo. Dus we keken eigenlijk over het algemeen alleen het journaal. Als er iets op tv was wat maar betrekking had op seks, dan werd er weggezept. En dan kwam er iets op televisie over geloofszaken, werd er weggezept. En al kwamen dingen op televisie als homoseksualiteit, werd er weggezept. Er werd heel vaak weggezept. Homoseksualiteit is in hun ogen wel vies. Ja, hun vinden gewoon dat je het met een man moet doen. Ik zou niet meer terug willen, maar ik heb echt een paar jaar geleden zoiets van, dan weet je, al kan ik om mijn knieën ergens een pilletje halen, dan zou ik dat gewoon doen. Omdat ik zo ongelukkig in mijn vel zat, omdat ik zo in de knoop zat met mezelf, wilde ik gewoon het liefst hetero zijn.
Vind je me niet aardig? Hey. Vind je me niet aardig? Nee. Hey. Goed gedaan. The longer the distance between me and you, the stronger my love will grow. I'm a cowboy of Arizona. Verder weet ik hem niet. Ik denk dat het beter is dat je hem onderwijs is. Nee, hè? Dat is het eerste wat ik kan horen. Heb jij nog die kaart van Big Brother? Die blauwe, die blauw-witte? Ja. Die, ik ben hem namelijk kwijt, die van mij. Die wil ik nog wel graag een keer hebben van jou. Wat heb je er allemaal in zitten? Je moet het kaartje toch hebben? Ik denk dat als het ergens in zit, dan heb ik hier nog kaartjes. Oké. Okay. Is dit het kaartje? Ja. Oh, die is leuk, hè? Heel lang geleden, 10 jaar geleden, zat ik in Big Brother. En in dat televisieprogramma was ik dus heel erg open over mijn seksualiteit. Dus dat ik op vrouwen val. En nou, dat werd zo'n hype eigenlijk. Dat toen ik eruit kwam uit Big Brother, was ik eigenlijk verbaasd van alle reacties. Echt duizenden reacties van vrouwen die zeiden, wat leuk om eens een keer een lesbische vrouw te zien die openlijk is over haar seksualiteit. Open-minded. Nou, toen dacht ik, nou, moet misschien wel iets terug doen voor al die vrouwen. En ja, het is meer dat vrouwen naar me toe kwamen. Kan je geen leuk feest organiseren, een beetje een hip feestje, weet je. Niet in zo'n donker hok, maar gewoon met housemuziek. Lekker eigen tijds gewoon. Nou. Is nou, ik kan wel proberen. Ik ken genoeg meiden die wel zin in hebben in zo'n leuk feestje. Nou, toen was Flirtation geboren. Moet je eens een keer bij mij thuis komen kijken, de foto van de Marine. Heel kort kopje haar. Ja, maar dat is heel lang geleden. Maar daarna is ze steeds vrouwelijker geworden. Ja, ze is bij de Marine heel vrouwelijk. Ik heb een hele mooie foto van haar. In een mannenmaatschappij word je vrouwelijk. Komt ze zo van de trap af. Heel mooi lang haar. Oh, dat is een mooie foto. En die rondingen komen zo mooi uit. Je zou inderdaad dan worden. Maar zou je de lesbisch van worden? Ja, maar niet de mijne dochter. Die periode voor de Marine ben ik een paar jaar echt eenzaam geweest. Daar denk je nu pas aan. Van, goh, wat was dat eigenlijk een eenzame periode met weinig vrienden. En dat ik me echt... Ja. Maar toen zat je ook... Op mijn kamertje opsloot. In een dubio eigenlijk. Of een dubio niet, maar... Toen zat je eigenlijk in een hele moeilijke periode. Maar je verzette tegen bepaalde dingen, verzette je eigen. Maar ik begreep het wel. Want als ik gewoon terugkijk, eerlijk gezegd... dan heb ik altijd geweten dat jij op vrouwen viel. Omdat je eigenlijk... ja, ik neem alleen maar dat voetbal op de Heidestraat. Daar liepen zulke grote boys. En dan een, dat nee, vind maar, ik totaal niet. Iedereen voetbalde. Nee, maar niet zo, niet zo fanatiek als jij, Bianca. Tuurlijk wel. Er zijn zoveel meisjes die nu voetballen... en die hoeven niet Bianca, per se lesbisch te zijn. Nee, dat heeft niks met lesbisch te maken. Dat merkte ik gewoon. Dat ik merkte dat jij meer naar de jongenskant trok. Laat ik het zo zeggen waarvan je denkt van... nou, het interesseert haar niks als ze borsten heeft of wat dan ook. Zulke dingen. En dat was het bij mij gewoon dat ik dacht van... zij is anders. Laat ik het zo zeggen dan. Ze is anders. En dat deed bij mij een belletje rinkelen. Maar daarom is ze van mij nooit minder geweest of wat dan ook. Maar ik vergeet nooit dat jij op een gegeven moment aan ons... of aan mij wilde vertellen dat je vrouwen viel. Weet je dat moment nog? Ja, toen was ik 29. Toen zat je boven in het huis van Peter, weet je dat nog? Ja. En toen pakte je een sigaret en zat je helemaal zo. En toen vertelde je tegen mij, je weet wat toen gezegd heb, als je maar gelukkig bent. Wat was toen het probleem? Dat je een beetje dat ik anders was en dat ik geïnteresseerd was in vrouwen. Waar ik waarschijnlijk tot mijn 19e best wel moeite mee had. Ja, ik geloof het ook. Waar je zo geconfronteerd wordt met, hoe moet ik het zeggen? Met de maatschappij. Nou, gewoon van de vrouwen, jongens, meiden, trouwen met mannen en dat soort dingen. Had je toen nog kort haar? Heel kort haar. Ja. Heel kort haar. Als ik toen had mogen kiezen, had ik gezegd van... jongens, naai er maar een slurf aan.